goede houding in stand. Als je dat wilt gaan doen, begin je eigenlijk onderaan je voeten en zet je heupen breedte. Plaats je voeten tegen elkaar, maak een V'tje en zet ze dan vanuit je tenen recht. Dan staan je voeten op heupbreedte. Als ik het zijwaarts doe en ik sta op deze wijze en ik begin van onder naar boven, begin ik dus met die voeten. Mijn knieën laat ik losjes, want als ik ze overstrek, dan krijg je eigenlijk dit. Dus krijg je heel veel druk in je lage rug. En op het moment dat ik mijn knieën ontspan, sta ik in mijn bekken in mijn neutrale stand. Ik hoef dan dus ook niet meer na te denken over eventueel nog iets achterover of iets voorover kantelen. Knieën ontspannen, sta je in je bekken, goed. Ontspan je billen, ontspan je buik. Het enige wat je eventueel mag doen is een klein tikje voorspanning. Maar je moet altijd naar je buik kunnen blijven doorademen en je billen kunnen blijven ontspannen. Dat zijn de criteria daarvan. Dan sta je in dit gebied, sta je dan goed. Hoe zorg je nou dat je schouders netjes in de goede lijn zijn? Dat bedenk je vanuit je kruin. Dus strek je achterhoofd op richting het plafond. Je krijgt een klein beetje een onderkin. Je trekt hem een klein beetje in. Je schouders blijven erbij gewoon ontspannen, maar je staat wel netjes rechtop. Als je dit goed en krachtig doet, zul je merken dat je per ongeluk ook weer je buik en je bilspieren aanspant. Dus ben je bovenaan, loop dan ook het hele riedeltje nog een keertje af naar beneden en ontspan je buik weer, ontspan je billen. En dan sta je netjes. Succes!